Yo mensen van Rated Games, dit is alweer de laatste bouwupdate van Pinocchio, want hij is af, dus wij gaan er nou heen. Hij is ook al open, dus let's go. Nou, hier is dus Roodkapje, maar daar hebben ze even afgezet. Ze hebben hier even een oefenpadje gemaakt. Dat loopt dan zo. En dan gaan we nou richting Pinocchio. Let op. Mooi, even kijken binnen. Dit is dat boek. Dat hebben ze helemaal weer geplakt. Er is maar één bladzijde. Ja, eigenlijk twee. Excuseer. Maar we gaan nou even daar zo in kijken. Of, ja, door het raam kijken. Pinocchio! Nou jongens, hier zo stond dus eerst het kanon. Het huisje staat er nog steeds, maar alleen het kanon is weg. Met die vent. Maar komt iets uit de kist of zo, een vos? Kijk, hier word je nat. Oh, je wordt hier blijkbaar dus nat. Even kijken dan, hè, Mac. Hij zit hier als goed is in. Ik zie hem al zitten. Oh ja. Kijk, dan gaat hij open als het goed is. Of zo, geen idee hoe dit werkt, maar dan moeten we nog even uitzien te vinden. Daar zie je dus Pinocchio. En die gast die hem gemaakt heeft ofzo. Ja, dat kan wel. Ik weet niet hoe die vent heet. En hier is die ene brug dus. Het is toch wel een brug. En op zich ziet het er wel leuk uit. Oh, daar heb je Pinocchio. Ha, kijk hem gewoon. Op zich, het is wel mooi. Ik had er eigenlijk iets meer van verwacht, maar het is wel mooi. Rens. Wow. Onder water. Oh ja, zullen we eens onder water gaan? Oké, okay, let's go. Dan heb je dus hier nog een pad, dat is gewoon het normale pad. Ik zal het ook even laten zien, het gaat helemaal hierheen weer. Het is gewoon hetzelfde, eigenlijk is het gewoon weer open. Hier zo, let op hè. Dan heb je hier zo dit weer en hier zo heb je ja, het spoor. Nou mensen, ben je ook nou benieuwd naar de bouw van Symbolica? Volg dan ook even die serie op mijn kanaal. Het is gewoon ja, bij afspeellijsten hebben we al een aantal video's, stuk of zes. Dus ga die ook lekker kijken. Ik zou zeggen, houden.